Anza. Stroopwafels. Kut. Ja, we gaan naar Frankrijk vandaag. En wij eten dierenleedvrij. En daar hebben ze in Frankrijk nog een beetje moeite mee. Dus we zijn even naar de Jumbo gegaan om een hoop groenten en Alpro en penselie. Roerbakstukjes. Roerbakstukjes. Paprika, zo. Haché. Oh nee. Hm? En weer peper en uien. Kijk dan. Stroopwafels. Ik heb ook die koffie meegenomen, want het was grote maling. Ik dacht, laat ik nou toch maar meenemen. Moet ik daar niet naar te zoeken. Pistoletjes voor zo meteen tussen de middag. Omdat we de poes bij ons hebben, wilden we niet al te ver rijden en zijn we gestopt in Aarlen bij de brandweer. 2 maanden geleden stond hij weer ook en het was ons eigenlijk wel bijzonder goed bevallen. Er is verder niks te beleven hier hoor, maar je staat er rustig en veilig en er is stroom en water. Dat laat ik straks nog wel eventjes zien. Met de poes gaat het trouwens heel erg goed. Zoals je ziet kan ik er gewoon uitlaten aan een lijntje en doet ze haar behoefte. Geweldig! Er zijn 5 officiële plaatsen. Er kunnen makkelijk wat meer campers staan hoor. 2 maanden geleden stonden we hier met 8 campers en dat ging ook makkelijk. En we zijn zoals wel vaker de laatste die vertrokken is. De camper die daar staat, die stond er 2 maanden geleden ook al. Dus ik denk dat die mensen hier wonen. En daar achter de camper om de hoek van het gebouw is nog een grote vuilcontainer. Zo droog en warm geweest. De bramen zijn gewoon verdroogd aan de struik. Maar wat is die weer mooi, hè? Anza. En vandaag even weer een klein stukje rijden. We gaan op bezoek bij vrienden die hier in de Morvan wonen. En 2 jaar geleden zijn ze verhuisd van Nederland naar de Morvan. En hebben dus de Morvan als achtertuin. We komen van die kant. We zijn net vertrokken van de camping. En we gaan vandaag een beschreven wandeling van de camping wandelen. Het is een beetje een bewolkte dag en het is een schaduwrijke wandeling. Dus misschien dat het filmpje een beetje donker wordt, maar maakt niet uit. MUZIEK
als een goed Frans dorp betaamt. Een herdenkingsding in het midden. Of het is gewoon een kruis, dat kan natuurlijk ook. Het zijn hier hartstikke katholiek. Kom maar. Nou, we moeten hier rechtsaf. Bij dat beige gebouw links. Zondag rond het middaguur. We zijn van plan om morgen weer door te rijden. Hoewel ik nog een beetje twijfel. Ik wil op zich wel nog wat meer zien van Frankrijk en op andere plekjes staan. Maar het is ook wel zo relaxed en mooi hier. Ik ben een beetje verliefd op de Morvan, denk ik. Ik kom zo ook weer op een plekje. Ik er gewoon een beekje over een wandelpad. Als het niet is ingedroogd natuurlijk. Want ik ben hier nog niet geweest deze zomer. We gaan het zo zien. Maar goed. Jullie hebben deze afgelopen week gezien. We zijn bij vrienden geweest. Mooie wandelingen. Vanavond wil ik nog een maaltijd laten zien. Die we eigenlijk standaard altijd bij ons hebben in de camper. Met wat verse groenten. Heel makkelijk te maken is. Nou, wie weet waar we morgen heen gaan. Ik denk dat we hier bij dat beekje komen. Of wat is het? Watertje over het pad. Oh ja, kijk, het is wel heel klein. Maar het is er. Ik zit ineens best wel hoog. Kijk, daar ligt het dorpje. Ik heb helemaal niet in de gaten gehad dat ik zo geklommen heb. Dan zijn we alweer bijna bij de camping. Wat we eigenlijk altijd bij ons hebben zijn gnocchi. Met vegan pesto. En we bakken daar dan champignonnetjes bij. En een lekkere salade. Ja, en dan heb je een volledige maaltijd. Lekker makkelijk en heerlijk. De gnocchi hoeven ook maar 3 minuten te koken. Dus het is echt zo klaar. Nou, zo ziet het er dan uit. Gnocchi met champignonnetjes en pesto. En een lekkere salade. En als je dan vraagt, zitten er nou kaasstukjes in die sla? Die lui die eten toch geen dierlijke producten? Nee, dat klopt. Dat is een heerlijke vegan kaas. Greek White Block van Via Life. En het smaakt een beetje naar... Ja, wat is het? Hele zachte geitenkaas. Ja. Denk ik. Erg lekker door de sla. Nou, wij gaan lekker eten. Tot later. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.